Ja, dit is mooi. We waren net bij... hoe heet die... Campo Alegre. Campo Alegre, ja. Ja, dat was big business. Toeristen waren daar ook veilig. En je komt daar een wifi maken bij in principe de grootste boeven van het eiland. Want het zijn geen boeven, die mensen hebben honger. En ik denk ook slim na. We rijden nu in de Fortuna. Hier mag je als toerist zeg maar niet lopen op advies van het reisbureau op het van Nederland. Dit is waarom Curaçao een bepaalde kleur krijgt voor gevaarlijke dingen. Ja. En daarom hou ik van het leven, weet je. De contrasten. Ik zou ook stelen en roven als mijn kinderen honger hebben. Ja? Ik heb alleen maar respect voor, dat denk ik. Hij is para. Ik niet hoor. Kijk. Dit is wel leuk. Demi, als je pang hoort, dan moet je even bukken. Hè? Ja toch? Ja. Hij houdt verdwaalde kogel. Boys. Dit is mooi, hè? Leuk, man. De jeugd lekker aan het voetballen. Hier komen ook de beste voetballers vandaan van Curaçao. Die jongens hebben geen PlayStation, die hebben geen telefoon. Baseballspelers ook. Weet je hoe rijk ik die voor mensen? Voilà. Mooi, hè? Zegt hij. Dit is echt mensen, dit is letterlijk. Ja. Maar ze kijken hier niet echt aan. Hola. Mooi, iedereen vriendelijk. Kan ik praatje maken met je? Ja? Ik vraag jou om toestemming, omdat ik wil niet hoog doen op die mensen, snap je? Ik loop hier met een dure klok en weet je, laat maar gewoon hebben over mij. Ik heb pas aan. Nou ja, hier mag je niet komen in Nederland, want het is hier heel gevaarlijk. Hé hey bro, hoe is het bro? Alles kan kapot, je weet het. Dit is Fortuna toch, Curaçao? Ja. De gezelligste buurt van Curaçao, niet bro? Hier is waar de mensen echt zijn. Wat ga je eten vanavond? Ik heb een pasteertje daar gevraagd. Ja, heb je wat voor mij? Nee, maar ze komen. Kom, gaan we uit eten. Nee, maar ik heb niet genoeg geld, maar ik moet net anders doen. Nee, maar hier, kom. Wil je een pasteertje? Ja, tuurlijk man, alsjeblieft man. Maar je moet. Kom. Hoe heet jij, vriend? Johnny. Hé, hey, ja. Daar is hij denkt zo meteen rust, pak. Ik ben ook 15 jaar gewoon in Den Helder. Ja, bro. Oh, Den Helder? Ja, 15 jaar. Ja. Hé, broer. Ik heb pas deze. Hoe gaat die, bro? Van vlees wil je? Ja, vlees. Ja, hoe wist je het? Doe een voor mijn dochter. Kijk gewoon, hoe lang duurt dat? Zes minuten. 6 minuten, van mij van vlees en van jij, twee wil je? Twee? Ja, probeer. En naartoe tres. Leuk hè. En jij betaalt? Ik betaal, tuurlijk. Voor jou, voor iedereen erin, in de hele straat. Is goed, wat kost dat? 2,75. 2,5, hier heb je $20. Kan jij voor de hele straat pastijtjes van Alex voor die kinderen? Ja, bestel maar. Ja, we gaan naar binnen dalen. Ja, toch? Leuk man. Mooi hè. Mooie dingen. Nee, jij bedankt vriend. Ja, ik ben jouw gast hè. Rustig. Jij bent niet mijn gast vriend. Je hoeft mij niet te bedanken. Maar je moet 10 minuten aan.
Ze staan hier wachten. Ja, ze zijn zwaar. No problema. Alles goed, mijn vriend? Zeker, zeker. Ja, dat is mijn dochter. Wil je dranken ook? Nee, ik wil even met de kinderen ook praten hier. Leuk. Demi, kom. Nee, Demi, ik stap eens uit. Of dit is leuk. Heb je kleinkinderen ook hier? Ja. Ja, toch? Leuk, man. Maar, Frit. Dit is moeder van een vriend van mij, moeder. Oké, aangenaam. Ik ben Alex. Ja, moeder van mij. Ze zei kind. Hoe lang zit u al vast, mevrouw? Wat was años a casa? 38. Ja. Ah, lekker binnen blijven. Ik zie, je hebt alles in deze cel. Een televisie, eten, drinken. Goed. Respecto, hè. Alles goed? Ja. Mooi, hè. Demi. Kom lopen, schat. Je komt nu op een plek, daar komt nooit een meisje van 13 uit Nederland. Helemaal niet met die vader, helemaal niet met die vader. Kom, ga een beetje liefde brengen hier. Of niet? Oes. Hé, hey, topper, hoe heet jij?